In een recente uitzending van de talkshow van Humberto Tan heeft Hans Kraaij junior zijn verbazing geuit over de houding van politicus Pieter Omtzigt met betrekking tot samenwerking met de PVV. Kraaij drong aan op een duidelijk standpunt van Omtzigt, maar kreeg geen bevredigend antwoord. Geert Wilders en de PVV streven naar regeringsdeelname na de verkiezingen, en het lijkt erop dat Omtzigt een belangrijke speler wordt in de politieke arena. Ondanks zijn gebrek aan enthousiasme voor de PVV, weigert Omtzigt de partij uit te sluiten, wat tot irritatie bij sommigen leidt. Hans Kraaij junior uitte zijn bezorgdheid over Omtzigts gebrek aan duidelijkheid tijdens de talkshow. Hij vroeg waarom Omtzigt niet ronduit verklaarde dat samenwerking met de PVV absoluut uitgesloten was. Omtzigt bleef echter vaag in zijn antwoord, waarop Hans Kraaij junior zijn teleurstelling uitte. Omtzigt gaf aan dat hij geen regering wil waarin elementaire mensenrechten niet worden gerespecteerd, maar vermeed een directe uitsluiting van de PVV. Dit leidde tot verdere verwarring en frustratie. De discussie in de talkshow benadrukte de onduidelijkheid rondom de politieke koers van Omtzigt en de mogelijke rol van de PVV in toekomstige regeringen.